En president Chandrika Prasad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk zijn gisteren op werkbezoek geweest in het district Para. Dit bezoek is deel van een aantal oriëntatiebezoeken van de regeringstop aan verschillende gebieden. De president en de vicepresident waren vergezeld van enkele ministers die de delegatie compleet maakten. Volgens Elvira Sandi, voorzitter van de federatie Para Plantages, heeft het district de potentie om meer water te kunnen leveren, omdat Para de beste waterbronnen ter wereld heeft. Zodat nog meer Surinamers voorzien kunnen worden van water. Vooral de waterleveranties in Para moeten beter. Alle Paranen moeten toegang krijgen tot water uit hun grond. Onze grond heeft ruim 100 jaar bauxiet geleverd, excellenties. En Suraco en BHP Billiton hebben nog steeds de materiële en immateriële schade die deze sector heeft veroorzaakt in verschillende boedelplantages niet gecompenseerd. De DC van Para, Marlene Joden, zei dat ze na haar aantreden met vele noden is geconfronteerd. Dus, u weet het. Als ik met iedereen een beetje heb gesproken, dan pas kom je erachter wat hier eigenlijk in Para, wat ik hier eigenlijk in Para heb mogen vinden. Een lege kast bijvoorbeeld, een enorme schuld. Dus, het is dus vanzelfsprekend dat ik vandaag de portie dat ik hier heb geconstateerd, voorleg aan de regering. Volgens vicepresident Ronnie Brunswijk heeft de regering het district bezocht om persoonlijk de noden van de gemeenschap van Para aan te horen. Dat was immers beloofd aan de mensen. Maar natuurlijk kan ook gebruik maken van dit bezoek om een aantal zaken zoals mevrouw Sandi alles naar voren heeft gebracht, zoals meneer Kensenhuis alles naar voren heeft gebracht, de noden, wat wij moeten aanpakken, wat Para van de regering verwacht. De DC heeft ook een aantal punten aan te kaart. Wil ik willen zeggen dat je regering hadden, je regering, en ze komen naar hier. Ai, hoe schrijft het probleem, Juno? Dat ook weer, dat we lukken. President Santokhi gaf aan dat hij goed naar Elvira Sandi had geluisterd over alles dat vroeger in Para aanwezig was. Het staatshoofd vindt het zonde dat al deze projecten zijn doodgebloed. Als we terugkijken, Para, dan zien we dat Para een geweldige industrie had. De ouderen zullen het nog wel weten, para-industries. Hoe snap je dit, hoor? Wat is daarmee gebeurd? Dood. Wat heeft Para daarvan kunnen profiteren? Niks. We hebben ook onze bauxietindustrie gehad. Wat is daarmee gebeurd? Dood. Wat heeft Para daarvan kunnen profiteren? Niks. Maar we hadden ook een kassavenfabriek hier zo. Toch? Wat is daarmee gebeurd? Dood. Wat heeft Para mee verdiend? Niks. En zo kunnen we ook doorgaan met het hebben van enorm veel waterbronnen in Para, waar een Para niks verdient. President Chandrika Prasad Santokhi en daarvoor vicepresident Ronnie Brunswijk. Ze waren gisteren op bezoek in het district Para. Daar hebben zij de noden aangehoord van de gemeenschap van het eens zo bloeiende district. De regering heeft beloofd dat er binnenkort begonnen zal worden met het bouwen van een nieuw commissariaatsgebouw.